Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij naar het... Naar de Bouters. En vandaag zijn we bij de kinderboerderij. Ja, we hebben al diertjes gezien. Dat gaan we jullie zo meteen ook laten zien. En we gaan nu op zoek naar de kabouters en missie. Ja, laten we nou snel beginnen. Let's go. Let's go. Hallo allemaal, wij zijn hier bij... dieren. En Macy is een paard aan het wortels aan het geven en met een koe aan het aaien. Dat is echt heel erg leuk. Dus ik ga het jullie zo meteen even laten zien. Die gaat ook koe. Ja, die doet ook wortels eten. Ik ga een worteltje. Nog een worteltje geven aan het paard? Nee, een hunde. Een geit. Geitje. Dus jij een lekker worteltje? Oh. Hij heeft zijn mondje nog vol. Nou wil hij wel, hoor. Hopsakee. Kijk eens, die eten gaat hij helemaal opeten. Lieve Missie. Oh, misschien wil de koe ook eten. Zou die er ook eentje lusten? Ja, geef het paard nog maar een worteltje dan. Ik weet niet of dat hij dat lust, toch? Koe, lust jij een wortel? Nee, die vindt hij niet lekker, denk ik. Oh, jawel. Doe maar eieren. Doe maar eieren. Maar wil niet. Nee, hij denkt, wat is dat nou? Een lekkere wortel natuurlijk. Hé, wie lust er nog meer wortels? Een paard van Sinterklaas, hè? Zie, hij wil wel. Oh, lekker. Een paard is nog steeds lekker wortels aan het eten. Wow. Paard denkt, blijf eens van mijn wortels af. Paard denkt, blijf eens van mijn wortels af. Nee, niet rennen, niet rennen. Zachtjes, dan geef hem maar, want nou wil hij die wortel van jou hebben. Ga maar brengen. Geef. Niet aan jou, koetje. Nee, blijf. Oh, zo lieve koe. Hij is zo lief. Geef hem maar het paardje dan. Oeh, lekker. En het is koud. Dat is lief, hè, Macy? Lief, hè? Die heet Wannes. Wannes, ja. Die heet Wannes. Wat zien we hier? Varken. Varken. Kijk eens even, jongens en meisjes. Die hebben wij ook al gespot. Ja. Nou, dus laten we maar eens kijken of we ook nog kabouters kunnen vinden, hoor. Het is echt super mooi weer vandaag, hè, Macy? Wel een beetje koud, maar wel super mooi weer. Ik zie een kabouter. Zie je daar al een kaboutertje? Ja. Oh, dan zijn we wel op de goede weg. Waar moeten we heen, zegt de kabouter? Waar wijst hij, welke kant wijst hij op? Daar. Hoppa. Kaboutertjes, waar zijn jullie nu verstopt? We hebben kabouter weer gevonden. Kom mee, jongens. Oh, en waar moeten we nu heen? Volgens mij deze. Die kant op, ik denk het ook. Laten we maar eens gaan kijken. We moeten eens even kijken of we een kabouterhuisje kunnen vinden. Ja, nog een kabouterpaaltje. Zou er hier ook een kabouterhuisje zijn, Missie? Zou er hier ook ergens een kabouterhuisje zijn? Laten we eens even kijken, hoor. Zien jullie een kabouterhuisje? Oh. Ja, die wonen toch ook in een huisje?
Nou. Meerkabouter. Laten we zoeken naar meerkabouter. Oh, kijk eens daar. Ik zie daar iets. Ja. Ik heb iets gevonden. Nee, zie je het ook? Kabouterplop. Oh, kijk eens even hier. Hier zit een kabouterhuisje, jongens en meisjes. Kijk eens even. Een echt kabouterhuisje. Kijk eens even. Zouden ze ook thuis zijn, Macy? Zouden ze ook thuis zijn, de kabouters? Oh jee, laten we eens kijken dan. Kijk! Ja! Nog eentje gevonden. Nog één. En welke? Griekenland. En welke kant moeten we nou op? Kabouter Plop, waar ben jij verstopt? Heb je nog een paaltje gevonden? Zien we hier iets? Kunnen we hier ook iets vinden? Het kabouterhuisje hebben we al gevonden, hè? Ja, nog één. Nog een kaboutertje gevonden. Ja, ik zit al een gele. Zie jij weer een geel pijltje? Er zijn hier wel heel veel kabouters, hoor. Maar waar zitten de kleine kabouters nou verstopt, hè? Misschien vinden we wel kabouterpoep. Nog een, ja. Ja. Zien we geen kabouterpoep, Macy? Wow, nog een paaltje gewonnen. Nou, dan zijn we nog steeds op de goede weg. Kabouter Plop, waar ben je verstopt? Hier! Ja, wat goed zeg. Ik heb een groene jas. Nog een groene kabouter. Wauw. En welke kant moeten we nou toch weer op? Ja! En zo naar de volgende paal. Ondertussen lopen wij nog steeds door het kabouterbos. En Macy die heeft alweer een kabouterpaaltje gevonden. Dus we zijn op de goede weg. En Macy heeft ringen. Wat voor ringen heb jij, Macy? Een strikje. Een strikje. Een bloemetje. Laat ze eens even zien. Laat ze eens even zien. Een kroontje. En een kroontje. En een hartje. En een hartje. Niks. Nou, dat op ik nog wel. En we rennen nog steeds in het bos. Zien jullie misschien al kaboutertjes? Wow, weer een paaltje gevonden. Nou, dan zijn we nog steeds op de goede weg. Wij zijn goed bezig. Maar waar komen we nu toch weer vandaan? Eens even kijken hoor. Hé, ik heb nog steeds geen kabouterpoep gevonden. Kabouterpoep? Kabouterpoep, ja. Heb jij ook kabouterdrolletjes gevonden? Nee. Nee, ja, ik ook nog niet. Hij gaat richting die kant. Daarheen? Oké, we gaan kijken. Dag kabouter. Nou, laten we maar eens kijken hoor, of dan we nog iets tegenkomen. Ik had al wel een kabouterhuisje gezien daar straks. Zou kabouter Plop in dat huisje wonen, Missie? Nee, ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Maar... misschien zijn we de weg al wel kwijt. Zijn wij de weg kwijt? O jee, straks verdwalen wij hier nog in dat kabouterbos. Volgens mij zijn we al verdwaald. Nee joh, we moeten gewoon een nieuw paaltje zoeken. Een speciale staf. Een staf? Is die van de kaboutertjes, denk je? Ja, misschien zijn ze de weg wel kwijt van deze staf. De toverstaf gevonden.
Misschien hadden ze deze eerst gevonden, waar ze mee kon knutselen. En nou, pick up! Oh, maar ik denk niet dat we hem uit het bos... terug gaan brengen. Ja, ik denk niet dat we hem uit het bos mogen meenemen. Denk je van wel? Want straks zijn de kabouters hem kwijt. Dan zijn ze hun toverstaf kwijt. Ja, maar wij gaan hem terugbrengen. Oké, kom, neem hem mee. Wij gaan hem terugbrengen. Ja, zien we al nog een kabouter? Daar! Oh ja, laten we eens even gaan kijken dan. Weet je wat je kunt doen, Missy? Hem even bij het kabouterhuisje leggen. Dan kunnen de kabouters hem weer terugvinden. Volgens mij is daar een kabouterhuis. Ga maar snel kijken. Ja, leg hem daar maar weg. Dan kunnen de kabouters hem strakjes vinden. Ja. Zo. Zo, nog eens. Missy heeft heel goed op jullie toverstaf gepast hoor, kaboutertjes. Kijk eens even hier wat ik heb gevonden. Een huis. Nog een kabouterhuis. Klop er eens even op het huisje, Missy. Klop eens even aan. Nee, hallo, kaboutertje. Ben je thuis? Nee, volgens mij niemand. Niemand? Maar nou weten we wel hoe die eruit ziet. Ja, dat wel. Maar ja. De deur is niet open. Nee. Nee. Volgens mij kunnen we het wel proberen. Nee. Nee. Geen kabouter thuis? Nee. Oh. Ik zie wel nog één. Ja. Moet heel goed zoeken hoor, want de kaboutertjes die zijn wel heel erg klein. Wat hebben we nou gevonden? Wat is dat? Een touwtje met eikels. Zouden de kaboutertjes dat hebben gedaan? Waarom zit deze nou al vast? Ja, dat weet ik niet. Wat hebben ze nou gemaakt, die kabouters? Deze moeten we meenemen. Nee joh, want straks zijn de kabouters ze kwijt. Dan worden ze heel verdrietig. Dat is grappig. Die maken wel mooie kunst, die kabouters. Ja. Ja. Knap, hè? Maar de volgende keer gaan we wel meenemen. Oh, de volgende keer wel. Oké, gaan we verder zoeken? Vonden. Een slak. Een slak. Laten we eens even kijken. Oh, een slak. Ja, die vind je ook in het bos, hè? Ja, maar laten we verder gaan. Laten we verder gaan zoeken. Ja, ik zie er een. Ik zie er een. We gaan geen vogelbos hebben. Nee, we gaan niet naar het vogelbos. Ja, kennen jullie de film van Kabouter Plop? Nog één, mama! Ja, daar hebben we nog een paaltje. Maar kennen jullie dus de film van Kabouter Plop? Want dan komen ze door het vogelpoepbos. En dan moet je heel snel doorheen lopen, want er zijn vogels en die poepen je helemaal onder. Hé, Missy? In het vogelpoepbos, hè? In het vogelpoepbos. Dan poepen de vogels je helemaal onder. Oh, Missy heeft weer een pijltje gevonden. Let op. Daar staat er een. En we vinden nog een kaboutertje. Die kabouter zeg. Ik heb kabouterpoep. Heb je kabouterpoep gevonden? Yes. Ebba. Gadverdamme. Kabouterpoep. Ajakiba. Kunnen die kabouters dan niet op de wc? Nou, loop maar eens. Dag kleine kabouter. Tadaa. Hallo. Nou, wij zijn weer terug uit het kabouterbos. We zitten nu in de auto. Maar ondertussen zijn we ergens anders aangekomen. En Missy, waar zijn wij? Vertel het eens even. McDonald's! We gaan een ijs
daar zit een cadeautje bij. Ja, daar zit ook een cadeautje bij in de Happy Meal. Dus wij gaan snel naar binnen om te bestellen. Zo, ondertussen hebben wij lekker besteld en gaan we eventjes lekker eten. Wat vond je van het kabouterconferentie? Leuk. Leuk. En spannend. Emmy's heeft een heel mooi boek gekregen bij haar Happy Meal. Superleuk. En dit is van de visgraf en de papa valt op de giraf. En de papa valt op de giraf. Oh jee, er wordt nog een heel spannend verhaal dan. Ja. Ja. En vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan even naar beneden. Vergeet niet, abonneren. Doei. Doei. Doei.